Dames en heren, de kermisklanten, Kobi en Henny van Voorschuilen. En dan zal er vader Abraham ook op een mini-accordeon. Komt er nog geluid uit ook of was het alleen maar een grapje? Nee, nee. Ongelooflijk. Erg goed. Maar wat kom jij nou doen, Giel? Nou ja, ik ben eigenlijk een beetje verdwaald, maar ik wist dat dit programma hier gemaakt werd, dames en heren. En ik dacht, ik kom even langs, want ik had eigenlijk ook nog iets te vertellen aan Kobi en Henny van Voorschuilen. Voorheen Amersfoort, tegenwoordig wonen ze in Soest. Maar dat heeft er weinig mee te maken. Het feit wil dat ze op dit moment wel iets te vieren hebben, want welke LP namen jullie op in 1969? Dat was de kermisklanken van de kermisklanten. Wacht even, ik kom even tussen jullie instaan, dat is iets gezelliger. Welke LP namen jullie op in 1970? Dat was de romantische melodieën met medewerking van hun kunstfluiten. En in 1971? Kermisklanten 3. En weet je, dames en heren, voor al deze drie LP's is op dit moment het magische getal 25.000 bereikt. Dat betekent 3 gouden LP's voor de kermisklanten. Ik zal er zelf ook nog maar eentje vasthouden ondertussen. Een bloemetje namens iedereen. En ontzettend veel geluk. En ik weet dat er binnenkort, dames en heren van de kermisklanten, weer een LP gaat verschijnen. Jij noemt nog even de titel. En nou, de kermisklanten 4 wordt dat. Dat wordt de kermisklanten 4, dat weet u dan vast. En ik geef wederom de microfoon aan vader Abraham. Dankjewel, Giel.